Adrie Kamp, molenaar van deze prachtige molen De Arend in Terheide. Sinds wanneer heb je dit beroep opgenomen? Sinds 1 januari van dit jaar zelfstandig. En ik ben uiteindelijk al een paar jaar mee bezig om het vak te leren. Een opleiding te doen en zo en al die dingen. En waar heb je dat vak mogen leren? Op een molen in Terleur. En het vak zelf van de molenaar die je zelf 25 jaar gewerkt heeft. Of 30. Je had gewoon een hele wijze molenaar waar ik heel veel van geleerd heb. Wat is de motivatie voor een jongeman zoals jij om molenaar te willen worden? De molen is een super gaaf werktuig en daarnaast gewoon vooral de winkel hier beneden. Ik ben zelf een fan van brood, gebak en taart. En dat mag je nou maken. En toen hoorde ik een paar jaar geleden dat de toen huidige molenaar dat toen geen opvolging had. Wat is het leuke aan deze molen? Hij ligt echt super mooi bij de schans en de schaatsbaan en hier aan het dorp. En vooral omdat ik van deze molen ook gewoon een beroep kan maken, kan je van leven. Nou is dit een stellingmolen, heb ik begrepen. Wat is nou precies een stellingmolen? Stelling is een galerij rondom de molen. Dat is ook de hoogte van waar de molenaar de zeilen voor doet. En het is eigenlijk zo gekomen dat het gewoon is. De molen zat ook aan de rand van het dorp. Daardoor hebben ze de molen een beetje omhoog moeten tillen. Zodat hij gewoon geen last had van het dorp, zou ik maar zeggen. Adrie, de molen is gebouwd in 1742. En zoals hij er nu uitziet, is dat nog de originele staat? Nee, veel dingen wel. Maar hij is ooit al een keer afgebrand geweest. We zitten zelfs op een oud onderdeel van de molen, zeg maar. Dus een van de roeden is ooit een keer verwijderd. En dan weer een nieuwe roede erin gezet. Om de 5 jaar is gewoon groot onderhoud. Ik bedoel, dat ding waarop we zitten, dat leek me van zwaar metaal. Ik bedoel, kan dat slijten? Dat kan roesten. Ja, bijvoorbeeld. Dat kan slecht worden van binnenuit en zo. En als dit ding slecht wordt, dan heb je kans dat de wiek afbreken. Dan midden in een woonwijk. Dat zou een slordig geheel zijn. Ik kan me als kind herinneren dat de onderkant er anders uitzag. Dat was er zeker niet met klimop begroet. Het zag er volgens mij heel anders uit. Ja, ik weet alleen van de laatste, van tientallen jaar geleden. Toen was die aan deze kant zwart geteerd. Helemaal, dus heb je een waterdichte laag op de regenkant aangebracht. De andere kant was gewoon wit, dus hij was zwart en wit. Dus heel veel mensen zijn bang dat de klimop in de muur vreet. Is niet het geval, het is gewoon regenwater komt tegen de klimop aan en het valt naar beneden. Nou zijn er vier wieken, dat is heel duidelijk. Dat zijn gigantische dingen, hoe lang zijn die eigenlijk? 1 roe waar we nu op zitten, ja. Dat is 20, 21 meter. Ja, dit is dus een bovenkruier. Dat alles boven die rode lijn, zeg maar. Ik weet niet of je zo'n ding kunt zien, maar dat draait rond. Dus. Goed, dus het is de verantwoordelijkheid van de molenaar hoe de molen erbij staat. Je moet er goed mee omgaan en ook veilig mee omgaan. Maar ik moet hem ook sowieso laten draaien, want als je stil blijft staan, dan gaat hij veel sneller achteruit. Nou weet ik van horen zeggen dat de wieken in rusten een aantal dingen uit kunnen drukken. Ik bedoel, je kunt ze in kruis zetten, je kunt ze op allerlei mogelijke manieren zetten. Wat zijn eigenlijk al die verschillende posities en wat betekenen ze? Als ik vanavond naar huis toe ga, dan zet ik hem altijd gewoon weg gewoon als een plus. Dat is klaar, hè? Klaar voor de dag. Dan kan het zijn, als hij dan een beetje iets te voorbij staat, dan betekent dat de molen in de rouw staat. Als je aan de voorkant kijkt, dat is gewoon. Toen pas geleden met MH17, een dag van Charleroi. Of toen prins Willem Friese was overleden, zeg maar. Dan zijn er gewoon van die dagen dat de molens in Nederland in een rouwstand komen staan. Nou, je kan ook, zeg maar, als het echt een kruis wordt, een X, dat betekent echt dat de molen voor een langere tijd stil blijft staan. Maar je mag zeggen dat hij nu in optima forma is, in puike conditie. Zeker. En de binnenin is een winkel verschenen. Ja, dat is ook al een tijd hoor, maar dat is gewoon echt sinds de komst van de broodbakmachine. Daar heeft Herman, mijn voorganger, die heeft inderdaad. Toen was er zoveel vraag naar meel, dus dat hij in dat winkeltjes kunnen gaan beginnen. Ja. Bij welke windkracht gaat het beginnen en bij welke windkracht moet je er echt wel mee ophouden? Bij windkracht 5, 6 dan hoef je sowieso geen zeilen meer te gebruiken. En dan moet je dan. Dat is wel genoeg. En vanaf. Ja, windkracht 1, dan begin ik er niet aan. En 2, met volle zeilen en dan mooi weer, dan wel. Het is en blijft een boeiend vak, lijkt mij. Zeker weten, ja. Ja, alles. Het hele molen gebeuren, de winkel, alles. Tot hoe lang kun je toch zoiets blijven doen? Gewoon tot je lichaam het aan kan, ja. En dat is voor iedereen verschillend.
Nogmaals bedankt voor jouw wijze woorden. En het wordt iets moois. Dank u wel. Ja.